Cultuur aan de Maas 2022. Het is weer zover. Eindelijk mag iedereen zijn kunsten, zijn mooie artikelen, hun eigen prestaties allemaal weer tentoonstellen hier vandaag in de straten van het centrum van Kuik. Nou, Wijk TV De Valuwe is er natuurlijk ook. Wij starten vandaag hier in deze mooie heemtuin, de beeldentuin. De mooie beelden die altijd zichtbaar zijn in Kuik, ook al is het geen cultuur aan de Maas. Maar verder pakken we de camera's en gaan op pad en gaan kijken wat voor kunst en cultuur Kuik te bieden heeft aan iedereen, aan al zijn bezoekers, aan alle mensen van Kuik en omgeving. Nou, gaat u mee op pad? Ja, en dan staan we op het Louis Jansenplein bij de Escape Caravan. We hadden het al aangekondigd dat die er zou zijn. En de eerste die erin mag is deze meneer. Ja, inderdaad. Goedemiddag. Ja. De heer Joost Hendricks. Je mag als eerste de Escape Caravan in. Wat denk je? Bent u laaggeletterd? Dat gaan we natuurlijk uitvinden aan het einde. Ik hoop natuurlijk van niet, maar ik ben vooral benieuwd naar de ervaringen die ik dadelijk ga hebben in de caravan. Want laaggeletterdheid is zoiets dat voor veel mensen niet zichtbaar is, hè? Vooral voor mensen die het niet hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de ervaringen daarop inspelen. Ja. Heeft u ervaring met een escape caravan of een escape room? Ja, ik vertelde net heel moedig dat ik met mijn schoonbroers en schoonzussen regelmatig escape rooms doe. Waarbij we tot onze eigen verbazing vaak records vestigen. Maar of dat vandaag ook gaat lukken, ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Oké, hoeveel tijd krijgt u vandaag? Ja, ik geloof een minuut of 10, dus dat is uitdagend. Oké, nou, tot over 10 minuten dan. Succes! Dankjewel, als het goed is. Ja, we gaan. Nou, ja. Succes jullie. Oké, nou, we gaan. Zal ik het eerst gaan? Ja, ja. Nou, tot straks, hè? Ja. Zullen we het op slot doen? Ja, toch? Kopje soep? Nou, dat ziet er heerlijk uit. En waarom hebben mensen van het Taalhuis vandaag een kopje soep voor ons? Nou, we hebben de lettersoep om daarmee de laaggeletterdheid die we in ons werkgebied hebben bespreekbaar te maken eigenlijk. Want we geven mensen een kopje soep en ondertussen kunnen we het erover hebben van goh, laaggeletterdheid, heeft u wel eens van gehoord? Misschien kent u mensen die minder goed kunnen lezen of schrijven. En dan blijkt toch wel dat mensen, als je er een beetje over na gaat denken, dat je best wel iemand in je omgeving kent. Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen minder goed lezen en schrijven, maar zijn absoluut niet dom. Zijn vaak heel slim, waardoor je niet zo snel in de gaten hebt dat ze het misschien minder goed kunnen. Maar we kunnen dan vertellen dat de bibliotheek kan helpen. Bij het Taalhuis hebben we trainingen, lessen, dat je met elkaar iets beter kunt leren. En we merken gewoon mensen die dat doen, die worden daar echt ook blij van. En dat is fijn dat je dat kunt doen. Dus met een kopje lettersoep hier, als mensen aan het eten zijn, ja, dan moeten ze wel even luisteren naar jullie natuurlijk. Precies, met de mond vol. Yes. Nou, dankjewel. Veel succes ermee. Lees smakelijk. Dank je. Ja, graag gedaan. Dan weet ik niet of ik dan nog geen rasten. Nou. Ik vind het allemaal goed. Met de letter V van Valuwe. Smakelijk. Yeah.
Want jullie zijn eruit, maar u heeft wel een kleur gekregen. Nou ja, ik ben altijd heel erg fanatiek van escape rooms. Ja, nou ja, dit is wel... Dit doet wel precies wat het moet doen. Je krijgt namelijk teksten waar je gewoon ongelooflijk tegenaan loopt. En gewoon je mist woorden en je weet niet precies wat je mist. Soms wel, soms niet. Lange zinnen, woorden achter elkaar. Dus je bent ongelooflijk veel tijd kwijt. En je weet eigenlijk niet welke kant je op moet. Dus dit komt toch wel in de buurt, denk ik, bij een ervaring die mensen die laaggeletterdheid zijn dagelijks hebben. Ja. Dus het is wel goed gekozen, denkt u? Ja. Iedereen die iets meer van het onderwerp zou willen weten, die kan ik van harte aanraden om vanmiddag even een bezoekje te brengen. Het was echt heel erg ingewikkeld. Ja. Terwijl jullie nog wel met z'n tweeën waren, toch? Ja, dat is zeker waar. Maar je voelt inderdaad wat Joost al zegt, je voelt de frustratie eigenlijk van mensen die daar dan mee te maken hebben. Ja, dus dat merk je echt als je daar in de caravan bezig bent. Nou. Oké, maar jullie zijn er uitgekomen, dus kunt u nu nog genieten van een dagje cultuur aan de Maas? Ja, zeker. Maar ik ga wel een korte broek aan doen. Aanwezig zijn, nou ja, heel veel mensen van het hobbycentrum in Kuik. Aan de Molenstraat zit dat. Nu, hoe lang nu al? Nou, wij draaien inofficieel een klein jaartje, maar door corona zijn we eigenlijk in februari afgelopen februari pas definitief begonnen. Dus een ruim half jaar. Ja, en hoeveel mensen zijn er al? Wij gaan de 100 over binnenkort. Zo, dat is een hele bubs mens in zo'n mooi huis daar. Ja, het is een mooie locatie en een mooie accommodatie en een hele slimme. Want wij werken in groepen van 6, 7, 8 mensen per hobby. Iedere middag. En voor elke hobby kunnen we dus iedere middag 6, 7, 8 mensen herbergen. En dat keer 5 is toch 30 mensen per hobby. En zover zijn we nog niet. We hebben 9 hobby's. En 9 keer 30 is 270. Dus dat is max. En vandaag bij Cultuur aan de Maas laten jullie zien wat het hobbycentrum zoal doet. Ja, doen wij heel graag. Wij houden ook van die PR, want je komt er niet als je alles achter de ramen houdt. Wij promoten ons en dat levert ook veel op. Het is nog steeds groeiend, de belangstelling. En wat wij fijn vinden is dat onze doelstelling van ontmoeting naast de hobby ook heel erg slaagt. Ja, het is niet alleen zitten schilderen, maar ook het persoonlijk contact onderling. Ja, dat sociale element, dat zien we heel duidelijk gebeuren. En dat doet goed, dat is een van onze doelstellingen. En meer informatie is te vinden op? Op onze website www.hobbycentrumkuik.nl. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, ik heb gehoord, ga maar naar Onno, want die is vandaag de woordvoerder van de gezellen van Sint Maarten. Onno. Goedendag, we zitten hier specifiek, staan we hier
in Kuik om ons te profileren als vereniging, zodat iedereen weet dat Kuik een toneelvereniging heeft. We zijn moderne kant op gegaan, we staan op TikTok, we staan op Facebook, we staan op Instagram en we hopen zo bekendheid te maken en hopen ook leden aan te trekken, zowel jong als oud. En iedereen kan natuurlijk, hebben een setting gemaakt dat mensen met hun kinderen of een kind met een prinses of een sloeber, een armoedzaaier of met een jonkier op de foto kunnen. En zo proberen wij een leuke dag te maken. Kijk, in Kuik. De Gezellen van Sint Maarten bestaat al heel lang, hè, jullie vereniging? 70 jaar. Dat hebben we niet kunnen vieren, dat hadden we ook willen vieren. Maar ja, beroemde COVID, corona, maar dat komt zeker nog. Maar we bestaan al heel lang. En hebben jullie weer iets op de rol nu voor het komende jaar? We zijn bezig met wat één-acters. En we willen een groot stuk maken. Want we zijn bang zo meteen als er toch weer een uitbraak komt dat we moeten stoppen. Maar we willen wat drie één-acters doen tot aan de juni voor volgend jaar. En dan willen we weer een heel groot stuk gaan maken. En als er mensen zijn die denken, ik kan heel goed toneel spelen, ik wil daar wat bij, wat doen die? Graag naar de site, ga op Facebook, ga op Instagram, De Gezellen van Sint Maarten en je kan ons vinden. Je kan inloggen, je kan, bellen, dus je kun je altijd aanmelden. Graag, kom naar ons toe en hopelijk een keer, je mag gratis komen kijken, je mag ook een keer gratis proefles maar draaien en kijken of dat voor je is. Dus tot gauw, dankjewel. Dankjewel. Ja. Dat wordt nog wat tussen ons. Je weet niet wat er boven je hangt. Ja? Dames, jullie komen net van de boot af, zo te zien? Ja. De zeemeermin, we zijn met de zeemeermin. Kent u die? Onze mannen zitten aan boord aan een pilsje, maar wij dachten we gaan gezellig Kuik in. Ja. Cultuur en de Maas is hier. Nou, er valt van alles te beleven. Ja, zeker. En waar komen jullie vandaan gevaren nu? Wij komen helemaal uit Eindhoven gevaren. Met Eindhoven de boot? Beatrixkanaal en zo. Maar ja, niet vandaag, hè. Daar doe je een paar dagen over, hè. Ja, daar doe je een paar dagen over. Maar het is keigezellig. Het is hartstikke gezellig hier. Ja. Kan we hopen wel dat mensen niet allemaal bij Max blijven kijken, hè. Ja. Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Cultuur aan de Maas wil je niet missen, toch? Nee, Max Verstappen kan me gestolen worden, maar de cultuur aan de Maas, daar gaat het om, hè, zus? Ik vind mag het gezellig. Mag ik ook de groeten doen? Mogen wij de groeten? Ja, zeker mag dat. Doe vooral de groeten. Ik wil graag de groeten doen aan Sjaak en aan Jan en aan Piet. En het zijn allemaal oude minnaars van mij. Maar dat zal Sjaak niet leuk vinden. Misschien kijken dat zal Sjaak niet leuk zeggen. Dat zal Sjaak niet leuk vinden. Ik begon met Sjaak. Nou, Sjaak. Ga jij de groeten doen? Ik heb geen vrienden eigenlijk. Nou, doe toch de groet aan mijn moeder. Ja. Ik doe de groet. Hoe heet uw moeder? Nelly. Ik doe de groet. Nelly, als je kijkt, de groeten van je dochter. Leuk, hè? Hoe heet u? Ja, Ellie. Nelly, die weet wel dat zij Ellie heet natuurlijk. Nelly en Ellie. Je dochter Ellie. Ja. Ellie van... Ellie. Gewoon Ellie. Okay. Ellie van achteren. Trouwens ook een hele sympathieke camera. Ja, daar zijn we trots op, maar die is van mij. Dag, dames.
bij kunst en cultuur hoort natuurlijk ook de circusartiest, of niet, Peter Sondermans? Dat zou ik wel denken, ja. Hè? Als die er niet bij hoort, dan weet ik het ook niet meer. Want dat is kunst en cultuur in één. Ja, vind ik wel, ja, ja. En daar zijn de mensen het ook allemaal wel over eens, denk ik. Ja, ja. Wat ga jij en je collega vandaag doen hier? Nou, we hebben speciaal voor Kuik hebben we een nieuwe act gemaakt. En dat is de supergrote, mega draaiende borden act. Zo. En dat is met echte porseleinen borden. En die mogen heel blijven? Of? Ja, dat is wel de bedoeling. Maar ook wij maken wel eens een foutje natuurlijk. Dus als je een bord wil zien sneuvelen, dan zou ik zeggen, kom even langs. Dan ga je dat meemaken vandaag. Nou, misschien kunnen we zo even iets opnemen. Ja, vind ik ook goed. Ja, ja. Je bent er nou toch? Dus, ja. Daarom. Ja. Gaan jullie iets speciaals met de kinderen doen? Ook mogen ze zelf iets doen? Zeker, dat is waar we nu zijn in deze kleine tent. Daar kunnen ze zelf repeteren. Zijn er ook al een paar bezig. Zijn bordjes aan het draaien. Ze kunnen met de Diabolo. Ze kunnen even koordansen. We hebben sjaaltjes. We hebben jongleerballetjes. Ze kunnen op de eenwielen fietsen. Hula hoep. Ja. En nou ja, zo maken we een hele leuke dag van vandaag. Ja, de kinderen kunnen gewoon hun eigen circusartiest zijn vandaag. Ja, we hebben twee plekken. We hebben hier de circus speelplek en hiernaast het grote podium of piste moet ik zeggen, waar we dan zelf optreden. Ja, ja. Nou, ik hoor hier al een groot applaus voor je collega. Ja. Ik denk dat wij ook even gaan kijken. Nou, zou ik zeker doen. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Yo. Peter, gaan we gaan. Oh ja. Ja, ja. 1, 2, 3, hop! Ja, heeft ze. Goed zo. Ja, ja. Kijk, dat is heel. Cross. Ja. Papa, dat kan wel, ja. Misschien wil papa het zelf even proberen om de voet. Ja. Nee, dat zou goed. Ja. Ja. Ja, kom maar. Ja, of deze. Ja. Kan ook. Ja. Beef. Pap. Rutsje op. Weet je hoe een spin applausje gaat? Hoeveel pootjes heeft een spin? Deze dag waarop wij voor u gaan zingen en wij zijn gemengd vivaatje, gemengde zangvereniging vivaatje uit Vianen en dat hoort bij Kuik, hebben ze ons verteld. Ze hebben mij gevraagd en toen zei ik ja,
En nu mag ik onze liederen voor vandaag aankondigen. Afgelopen juli hebben wij in de MFA in Kuik Noord ons concert ter gelegenheid van ons 60-jarige bestaan gegeven. Even neergestreken op het terrasje, want jullie zitten hier al heerlijk aan een biertje, zie ik. Lekker! Heb je een beetje genoten van cultuur aan de Maas hier? Ja. Ja, heb je leuke dingen gezien zo vandaag in het dorp? Ja, we zijn wel naar een kerkje geweest, dat was ook iets te doen. Oh, daar zat een koor te zingen? Ja. Oké. En die twee dames, heb je die ook gezien? Ja, oma vond dat een beetje raar. Een beetje rare dames, die matrozen dames. Ja. Ja, dat is wel een paar apart, hè? Ja. Met wie ben jij vandaag hier in Kuik? Ja, ik logeer bij oma. Je logeert bij oma? Ja. Kijk, dan heeft oma een goede dag uitgekozen om jou lekker hier te hebben, toch? Ja. Nou, ik wens jou en je oma en... de vriendin van je oma nog een hele fijne dag. Ja, jij ook. Dankjewel. Dag Job. En ik zie je nog wel een keer bij de Sinterklaas intocht. Ja, heel graag. Ja. Dankjewel. Ik zal Sinterklaas de groeten doen. Ja.
ronde ben ik op zoek naar een meisje om aan het rad te draaien. Een meisje om aan het rad te draaien? En met streepjes ook, hè? Dat is leuk. Hoe heet je? Lisa. Lisa, wil jij een goede sweep geven aan het gat? Goed zo. Kijk, ik weet meteen hoe het moet. Nou, ik ben benieuwd wat het wordt. Echt rad draaien. Ja, duidelijk. Oh, dat is leuk! Oh, leuk! Ja, wacht even. Kijk eens, Lisa, je hebt een cd'tje gewonnen. Ja. Heb je thuis nog een cd-speler? Ja, als had je die erbij gekregen, maar dat hoeft er niet. Nee, als je hem nog hebt, dan... kijk eens, heb je die alvast? Dat is al de winst. Mag je nog een keer draaien? Ja, dan mag je nog een keer draaien. Tik, 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 tik. Dit is hem! Ik tik en rommel op alles om me heen. Van je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik tik en rommel overal erheen. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat tot in de nacht. En mijn vader vraagt zich wel eens af, zo af en toe, wordt die jongen van dat trommelen nou nooit eens moe. Stokken in mijn hoofd. Op je handen. Yes. Dan komt-ie voor de eerste keer. Zo. Even wachten nog, hè. 1, 2, komt-ie. 4, 1, 2, 3, 4, en 1. Ik trommel op alles om me heen. Van je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik tik en trommel overal doorheen. Van morgens vroeg tot s'avonds laat tot in de nacht.